Ik wil jullie vandaag een campingplaats voorstellen in Rottenburg. Dat is in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. En het bijzondere aan deze plaats is dat alle campers en caravans die staan in een boomgaard. Dat zijn appelbomen. En ik heb al gehoord, parcellen mogen ze hier niet hebben, want ze mogen ook de bomen niet weghalen. Het is allemaal natuurbelaten. Van de appels die hier groeien maken ze most. En ik loop zo meteen even naar boven en ik laat het even van boven zien. Het zijn een soort terrasjes naar boven. En je ziet overal appelbomen. Wat we hier betaald hebben is €21,50 per nacht. En daar zit alles in. Gebruik van het sanitair gebouw en ook stroom. Als je binnenkomt op deze camping heb je een visvijver. Er is ook een club die dat allemaal beheert. En dit hierachter is een clubgebouw van deze camperclub. Omdat mensen zijn er lid van. Dat is van de Duitse campingclub. Hier is het grillstation. En als het wat slecht weer is, ja, dan is hier een tent. En daar kun je in zitten. En je ziet ook hier. Iedereen staat ergens onder een boom. En hier zijn tenten. En er zijn geen rijen waar je in moet staan. Ik loop zo meteen met jullie naar het sanitair gebouw. Hier boven. Dit is de afwaskeuken. Daar zijn de dames net bezig en hier staan de wasmachines en de droger. En de douches, zoals ik zei, daar gaan we nu niet in, zijn gratis. En nog even een laatste impressie van deze plaats. Wat hier opvalt is de gigantische stilte die je hier 's nachts hoort. Je hoort de stilte. We hebben eigenlijk nooit in Nederland en in grote gedeeltes van België en Duitsland, dat het echt stil is. Maar hier is het zo stil dat je echt helemaal geen enkel geluid hoort 's nachts.